Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Dank u wel. Ik had het vermoeden ook dat de coniferen op mijn grond stonden. Die coniferen zagen er niet meer uit, aan mijn kant. Wiens schuld was dat? Dat gaat u me nu vertellen. Zijn schuld. Wat had hij gedaan dan? Nou, hij had dat niet gesnoeid. Dat was gewoon recht met de stam omhoog. Allemaal weg. Kijk, er blijven coniferen. Ja. Op een gegeven moment, coniferen gaan ook dood, net als wij. Ja, maar ja, het is net als mensen. Het is niet de bedoeling dat ze gerooid worden. Waar ik bang voor ben, is dat het op den duur uit de hand zal lopen tussen Bert en mij. Ik heb zelf bruine band karate, dus ik ga voor niemand aan de kant. En waarom heb je dan beton op mijn grond gekiept? Ja, dat is niet mijn beton. Ik ben onderweg naar het Groningse Sappemeer. Daar woont de 50-jarige Edzard. Al meer dan 20 jaar met zijn gezin samen in een heel fijn, riant, vrijstaand huis. Met veel ruimte en veel rust, zou je dus denken. Maar niets is minder waar, want aan die rust komt abrupt een einde. Als in 2019 zijn buurman zonder enig overleg opeens de kettingzaag in Edzard zijn coniferen zet. Volgens mij leeft hij min of meer in zijn eigen wereld. Als hij denkt, ik vind dat het mag, dan moet het ook mogen. En dan heeft hij met niemand wat te maken. De buurman in kwestie, Bert, begrijpt er allemaal geen hout meer van. Volgens hem heeft hij zijn buurman juist een dienst bewezen door die coniferen om te hakken. En daarbij stonden die coniferen volgens Bert ook nog eens op zijn eigen grond. Kijk, het waren mijn bomen, dus ik was verantwoordelijk voor die bomen. Kijk, en dat betekent ook dat als er wat gebeurt, dat ik aansprakelijk ben. Kijk, en dat was ook de reden dat ik zeg van nou, ze moeten er gewoon uit. Inmiddels staan beide buurmannen lijnrecht tegenover elkaar. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser en ik afreizen naar het hoge noorden om de bijl aan de wortel van dit conflict te leggen. Ja, dit is dus de plek waar het om gaat. Hier stonden allemaal coniferen, een hele rij. De eerste conifer die stond hier precies waar die boom staat. En de vierde conifer die stond hier. Kijk, dit is die zaag. Hier is die zaag nog. Ik heb een speciaal nieuw gekocht, omdat die coniferen moesten even tegen de vlakte. In 2019 was ik hier aan het verbouwen. Heb ik de hele kamer keuken verbouwd. En op het moment dat ik hier met de buitenmuren opnieuw aan het invoegen was, hoorde ik buiten kettingzagen. En toen heb ik hier door het raam gekeken. En toen zag ik niks. Dus ik dacht, buurman Bert, die is bezig met de bomen te snoeien aan de andere kant. En dat vind ik prima, dat moet hij weten. En toen ik 's middags naar de camping gegaan ben en later terugkwam, toen bleek alles om te liggen. Wat er dan door je heen gaat, daar word je zo kwaad. Dat is niet te beschrijven. Ik heb het recht op die coniferen te verwijderen, maar ze stonden op mijn grond. Einde verhaal. Zo, daar zijn we dan. In Sappemeer. Het is even een stukje rijden, maar dan heb je ook wat. Donkere wolken pakken zich samen boven het dorp, een beetje symbolisch voor de relatie tussen de buren. Want het draait dus vandaag allemaal om de Oer-Hollandse coniveer. Eens even kijken waar we zijn. Dit hier, aan deze kant, dat is dus het terrein van Bert. En zie ik daar nou een oude caravan staan? Ja. En aan deze kant, hier woont Edzard. En hier ergens hebben dan dus die coniveren gestaan, maar die zijn inmiddels gesneuveld. Nou, gezellige ontvangst. Verboden toegang, permanente camerabeveiliging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik krijg bijna de deur in het gezicht, jongen. Hoi. Hoi. Victor. Edzard. Aangenaam. Ik kom met je kletsen, het zal je niet verbazen, over het gedoe met de buurman. Ja. En ik heb begrepen dat het in eerste instantie om coniferen gaat. Het gaat om coniferen, ja. Dat is de druppel geweest. Ja. Nou, over druppels gesproken. Zullen we gauw naar de voormalige coniferen toe gaan? Want die moeten hier ergens gestaan hebben, ja, toch? Ja, dat klopt. Laat me eens even zien.
Stonden ze dan, Edzard, hier zo tegen dit hek aan? Of hoe moet ik dat zien? Waar jij de rechtervoet hebt, hier, daar stond de stam. Hier zo, in deze lijn, zeg maar, daar stonden de coniferen. Ja. Hoe groot waren ze? Hoe hoog? Ja, ze kwamen boven mijn huis uit, dus een meter of 10. Ik heb begrepen dat die van de ene op de andere dag zijn verdwenen. Ja. Maar wacht even, Edzard. Je gaat dus een paar dagen weg. Je komt terug en ze zijn Fuji. Ja. Maar wat dacht je toen je hier de oprit weer opreed? Dat is niet te beschrijven. Probeer het eens. Ja, je hele lichaam staat als kudde op dat moment. Maar wacht even, dan ren je toch gelijk naar buiten en dan zeg je... Buurman, wat doet u nu? Nee, want ik was zo allemachtig kwaad. Dat was niet goed gekomen, dus ik daarheen gegaan. Het leek jou beter om eventjes... de rust te bewaren. Ja. Maar er is op een gegeven moment weer een dag gekomen dat je hem weer voor het eerst gezien hebt. Ja. Heb je toen tegen hem gezegd, makker, wat maak je me nou? Nee. Waarom niet? Omdat we naar de politie gegaan zijn om aangifte te doen. En dan moet je zo min mogelijk contact houden. En wat is daar uitgekomen? Tot nu toe nog helemaal niks. Wat mij stoort aan een gemeente is dat de burgemeester wel heel groot in de krant staat... en publiceert dat er een hoop geld beschikbaar komt voor criminaliteitsbestrijding en verwaarlozingen van de buurt. En dat er dan naast mij verwaarlozing van de buurt is en misschien criminaliteit. En dat daar niks aan gedaan wordt. Was er iets mis met die coniferen? Had hij reden om te zeggen van ik wil ze nu allemaal moeten ze weg? Waar... Zijn redenatie was dat de coniferwortels door de fundering van zijn huis groeiden. Maar wacht even, ik zie geen huis. Nee, klopt. In 2002 heeft hij het huis gesloopt. Met de redenatie, als de fundering nog in de grond zit, mag ik ten alle tijde een nieuw huis neerzetten. Dus al 20 jaar ligt het landje hier er zo bij. Ja. En al 20 jaar woont hij hier niet. Nee. Dan zou je zeggen, hoe kan je nou ruzie met de buren krijgen als ze er niet eens naast wonen? Ja, klopt. Ja, dat klopt. Maar het is toch gelukt? Het is gelukt, ja. Ja, dus het was hier een soort van mooie haag van groen. Het was een hele mooie haag van groen, geluidsdempend en al, en geen inkijk. Nee. En vooral omdat de bomen nu weg zijn, had ik zoveel inkijk. Dus ik heb op een gegeven moment maar een hek neergezet. Niet een per se mooi hek, maar gewoon een functioneel hek. Ja, het is een lelijk hek. Maar het is wel gezellig gemaakt. Je moet het zelf maar gezellig maken. Ik stel voor, jongen, want er komt weer een buitje naar beneden, dat wij ergens binnen even een kopje koffie doen. Dat doen we. Kletsen we even verder over de zaak. Ja. Wat heb je hier een fijn, gezellig paleisje gecreëerd? Ja, mooi hè? Is dat jouw werk of van je vrouw? Nee, dat is mijn werk. Daarom mag het ook alleen maar buiten. Ja, nou valt me natuurlijk wel iets op, want we zitten hier in de kop van Groningen. Ja. Maar ik zie daar een bijzondere beker staan. Ja, klopt. Ras echte Fries. Ja, maar hoe ben je hier dan terechtgekomen? Een onsje zout vlees trekt meer dan 10 paarden. Mijn vriendin is van Groningen. Oh, zij is eigenlijk het onsje zout vlees. Zij is het onsje zout vlees. Hoe lang woon je hier al? Sinds 2001. Toen de buurman het stukje grond hiernaast kocht. Ja. Toen hebben jullie, neem ik aan, even kennis gemaakt. Ja, een biertje. Nou, hartstikke gezellig, dat toch? Dat doen we s'avonds altijd als we klaar zijn met het werk. Ja, en was dat een beetje gezellig? Op zich was het best gezellig. Maar ja, het viel ons op dat het wel iemand was die heel graag over zichzelf praatte. Oké. Van dat hij vroeger een discotheek had gehad en daardoor nou kon rentenieren. Ja, dat als jij graag over jezelf opschept, hoe goed hij het allemaal niet gedaan hebt, dan ben je al gauw een snakker. En dat noemen wij in Friesland een zwetshals. Haatpraatjes. Ja. En daaruit konden wij concluderen, het is geen noorderling. Nee, hebben die geen praatjes? Niet op die manier, nee. Maar goed, de buurman, die heeft het uiteindelijk gekocht. En die heeft het tot op de dag van vandaag nooit gewoond. Nee. En hoe lang staat die witte keten nu, die erop staat? Een jaar of 5, 6. En waarom staat die daar? Wat is de functie van die... Ik heb geen idee. Er op een avond laat heeft hij die daar neergezet. Alleen te dicht tegen mijn bebouwing aan. Ja, wat is het probleem? Dat daar ook wel eens jeugd rondhangt. En er hoort ook wel eens een knal van vuurwerk of dat soort dingen. Dus als ze de boel daar in de fik steken, dan... Ja, dan heb ik een probleem, maar dat slaat heel makkelijk over naar mijn bebouwing toe. Hier kunnen we dus zien over het stuk schutting waarvan Bert zegt dat die van mij, van hem is, maar hij is van mij. Dat de keet van hem hier wel akelig dicht tegenaan staat. En als daar de boel dus in de fik vliegt, dat het bij mij de schuur inslaat.
En heb je het daar wel eens met hem over gehad? Nee. Waarom niet? Ja, omdat ik kom er met hem toch niet uit. Ja, maar dat weet je niet, hè? Dat weet je niet totdat je met iemand gaat praten. Dat klopt. Maar ik had daar ooit aan de zijkant van een loods op zijn kant had ik een rug van gestabiliseerd zand neergelegd. Zodat de muizen niet achter mijn beplating van de loods kunnen kruipen. Oké, maar? Ja, op een dag kwam ik daar weer en toen bleek dus alle zand al weg te zijn. Dat heeft hij er weggehaald, want hij vond dat dat op zijn stuk grond lag. En toen? Toen heb ik hem uitgelegd dat de 30 centimeter naast die muur gewoon van mij was. En die zandregel was geen 30 centimeter breed. Als de officiële kadasterkaarten dus kloppen, zitten we hier op 40 centimeter vanuit de muur. Wat dus inhoudt dat alles wat hier van Bert tegen mijn muur aan ligt, op mijn grondgebied ligt. Dan is dus alles wat hier ligt, mijn grondgebied met Bert zijn rommel. Dus er is, naast de coniferen is er dus ook een conflict over de erfgrens eigenlijk. Dat is het grootste conflict, want dat veroorzaakt ook of de coniferen op mijn grond stonden of op zijn grond. Toestand. Ja. Want jullie hebben zoveel grond. Zat. Nou goed jongen, we gaan vandaag kijken hoe dat precies zit. Wat is jouw eis voor meester Visser? Mijn eis voor meester Visser is dat de erfgrens gerespecteerd wordt. Dus de zandrug terug, de rommel bij de muren vandaan, de keet bij de muur vandaan. En dat mijn coniferen terugkomen. Het is een hele rits. We gaan ons best doen. Ik kom jou straks weer halen als meester Visser onderweg is. Tot zo. Ja, ik kom er wel uit. Nou. Jongen, jongen, jongen. En dat allemaal voor 4 coniferen. Maar volgens mij speelt er inmiddels veel meer dan dat. Het vertrouwen is volledig weg en Edzard is een enorme binnenvetter. De buurman, dat zou een autoritaire man zijn. Een praatjesmaker die precies doet waar hij zelf zin in heeft. Nou, ik ben wel toe aan een leuke uitdaging. Kijk. Daar is hij. Goedemiddag, Bert. Goedemiddag, Victor. Aangenaam. Aangenaam. Vrijdag. De man die de coniferen heeft vermoord. Ja, ik val maar gelijk met de deur in huis. Ja, ja. Maar is het zo? Nou, kijk, ze waren oud en versleten en die wortels gingen door mijn fundering heen. Oké, welke fundering? Kijk, die fundering zit hier. Ik heb alleen een schep pakken, dat ik het even openmaak. Ja, pak eens even een schep. Ja, moment. Ja. Ik ben toch wel benieuwd. Ik heb hier... Kijk, het huis stond vrij dicht op de erfscheiding. Ja. Hier is daar. Ik zie het. Zo hier allemaal naar voren. Ik zie het. Kijk, en die wortels, die gaan in die dingen zitten. En dat kun je ook wel zien. Dat drukt ze hem hoog. Maar wanneer is het huis afgebroken? 2002. Zo lang staat het huis er eigenlijk al niet meer? Nee. Maar toch maak jij je nog druk om de fundering. Nou kijk, ik wil er een nieuw huis inzetten. Dus als je dan die wortels erin hebt, dan gaat dat niet lukken. Oké. Okay. En als ik die wortels eraf zou halen, ja, en die coniferen waren vrij groot en windgevoelig. Nee, dat betekent dat die bomen dan onveilig werden en richting de buurman kunnen vallen. Oh ja, het is eigenlijk een gunst voor de buurman geweest. Ja, dat kun je het ook zien. Ja, maar dan had je het net zo goed even met hem kunnen overleggen. Ik heb met hem overlegd. Kijk, en dat is al langer geleden, eer ik die bomen weggehaald heb. En dat is misschien wel 3-4 maanden voor die tijd geweest. Omdat er geen reactie kwam en ik verder niet geen verantwoording aan hem hoefde af te leggen over die bomen, heb ik besloten de coniferen weg te halen. En waren de bomen van jou? Ja, ook volgens de kadastrale gegevens. Dan kijk, de lijn van die schuur kun je doortrekken naar voren, kom je hierop uit. Ja, en waar stonden de bomen dan? Nou, de bomen stonden hier. Kijk. Oh, de bomen stonden hier? Ja. Maar volgens de buurman stonden de bomen een stukje die kant op. Die heeft ze mij aan die kant aangewezen. Ja, nou ja, we hebben altijd meningsverschil erover natuurlijk. De een zegt zus en de ander zegt zo. Ja, hij doet gewoon puur een landjepek. Zonder dat hij het enige recht heeft. Nou goed, laten we die coniferen even laten rusten. Die hebben trouwens wel veel kwaad bloed gezet aan die kant. Ja, okay. Want het was een soort van haag tegen het geluid. Ja. En het was een haag tegen de inkijk. Ja. Daarom heeft hij ook dit hek hier neergezet. Ja. Vind je ervan? Nou, ik vind het schandalig. Kijk, ik heb tegen hem gezegd, toen had ik dit stuk er al staan. Ik zeg, ik wilde doortrekken daarheen. Oké, tot aan het begin van de loods. Ja, ik zat op een gegeven moment in Marokko, toen belde mijn zoon op, want die maaide het gras geregeld. En die zei, hij heeft maar zo'n hek geplaatst op jouw grond. Dan heb je het over dit hek? Ja, over dit hek. De erfscheiding loopt gewoon rechtdoor en daar staat dit op mijn grond. Ja, dat zou dan zo'n stukje op jouw grond staan nu? Ja, een centimeter of 10. En hij had ook nog in beton gestort. Oh, hij heeft in beton gestort? Ja, met andere woorden, hij dwarsboom mij gewoon. Kijk, en op een gegeven moment ben je daar klaar mee. En dan, kijk, ik ben niet iemand die ruzie zoekt, maar hè, dan is het wel einde verhaal.
Ja, het blijkt dus ook dat hij steeds op mijn grond komt. Ja? Want? Hoe weet je dat? Nou, ten eerste omdat hij dit gedaan heeft. Nu heeft hij recentelijk daar weer een plank tegen vastgezet, die loszat. Ja, dus op die, met die schutting. En als hij het dan over overleg heeft, hij overlegt totaal helemaal niets met mij. Nee. Hij heeft aan die hele zijkant heeft hij zand tegenaan gekiept. Kijk, hier ligt nou wat. Kijk, dit. Maar hij zegt, ik heb last van muizen. Maar voor mij kroop er geen één muis naar binnen. Maar fijn, het grond lag er wel. Dus ik heb op een gegeven moment de grond gewoon over die tuin heen gegooid. Omdat ik het niet mee eens was dat hij dat maar zo gedaan heeft. Ik ben maar normaal overleg je dat even. Zeg maar, luister, buurman, ik heb last van muizen. Is het een probleem als ik daar zand heen gooi? Werd niet overlegd, hij deed gewoon maar. Mijn perceel betreden. En zonder overleg en dingen doen zonder overleg. Kijk, ik ben zo iemand die dat niet zonder overleg dat dingen gaat doen. Ja? En dat verwacht ik eigenlijk ook van hem. En dat weerwoord heb ik niet. Dus daarom ben ik ook wel een beetje pissig op hem. De buurman heeft er een bloedhekel aan als jij op zijn grond komt als hij er niet is. En hij zegt dat doe je regelmatig. Klopt. Omdat ik op die kant mijn dag groter kan inspecteren. En doe je dan eerst even een... Nee, geen appje, want je hebt zijn nummer niet. Ik heb zijn nummer niet. Dus je kunt hem het ook niet vragen? Ik kan het hem niet vragen, maar officieel hoef ik het hem ook niet te vragen. Want het is burenrecht. Is dat zo? Zoek maar op. Het is niet van jullie? Nee, maar wij kiezen de kosten weg altijd. Dat is het makkelijkste. Speelt er nog meer? Ja, de afvoer van de dakgoot. Wat is er mis mee? Kijk, die afvoer die heeft verschillende keren dat deze pijp aan deze kant hing. Ja? Oké, die hing in plaats van zoals hij nu hing, ja. Hing hij aan deze kant van deze de kant. Ja, deze ja? Kant. Verschillende keren die kant op gedaan en kwam ik weer terug, had hij hem weer aan deze kant gedaan. En dan, wat doe jij dan? Pak ik hem op en doe ik hem weer achter in de schutting. Dat is toch te flauw voor woorden eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het is zijn afvoer. Ja? Dus ik dacht zei dat ook dat de dakgoot op mijn grond hing. Ik vind dan moet je er ook zorg voor dragen dat je die afvoer goed afvoert. En niet dat de buren daar last van hebben. Ja. Maar als ik hem volg, precies ongeveer 30 centimeter, ja. Zegt hij, is nog net mijn grond. Dan gaan we uitzoeken. Nou goed, naast de coniferen en de schutting heeft Edson nog een probleem. Dat is? De keet. Okay. Hij zegt, die staat te dicht op mijn erf. Okay. Hij is bang voor brand. Hangjongeren die hier in het weekend wel eens zijn. Ja. Sigaretje opsteken, vuurwerk. Ik heb nog nooit spoor gezien. Oké, dus jij zegt van de, uit de duimelsogen. Uit de duimelsogen. Ja, absoluut. Kijk, we hebben die keten neergezet om dat we hier een kopje thee konden drinken. En, maar kijk, daar is hij het ook niet mee eens. Terwijl er geen stroom of niks in zit. Dus hij heeft helemaal geen, er zijn helemaal geen probleem dat de dingen in de brand kan vliegen of zo. Dus we maaien hier het en dan dat wordt gewoon netjes onderhouden. Het wordt weer afgesloten na die tijd. Nou, en dan hebben we onze motor maar, hè. Kijk. Hij doet nu daar aan. Het is een lastige kwestie. Ja. De buurman heeft als eis dat zijn coniferen terugkomen, dat de erfgrens gerespecteerd wordt en dat die keten stuk opschuift. Ja. Heb je ook een tegeneis? Nou, ten eerste dat hij niet meer over mijn grond loopt. Dat hij die dakgoot aanpakt. Kijk, en verder, hij moet gewoon mijn grond respecteren. Dat hij niet ongevraagd hier op de grond komt. Het is maar duidelijk, jongen. Ja. Ik kom jou straks weer halen als de meester onderweg is. Ja, goed. Het is een getouwtrek tussen twee kerels. Maar we gaan er aan werken. Ik kom er wel uit. Tot zo. Oké, tot zo. We kunnen wel stellen dat we vandaag te maken hebben met twee behoorlijk koppige types die nou ook in de afgelopen jaren niet echt hebben uitgeblonken in de communicatie naar elkaar. Ze hebben het wel de hele tijd over overleggen, maar daar is in de praktijk heel weinig van terechtgekomen. Feit is dat de conflicten die er spelen allemaal te maken hebben met die erfgrens. Met andere woorden, als we die goed vaststellen, dan is er een heleboel kou uit de lucht, denk ik. En daarom ben ik heel blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft uiteraard het kadaster ingeschakeld. Verder krijgt hij ook nog hulp van een hovenier. Ik heb met beide partijen afgesproken op het terrein bij Bert. Kijk, Bert staat al te wachten voor de keet. Ik ga de buurman halen, Bert. Edsert, jongen. Kom je met me mee? Ja, ik kom met je mee. Geven jullie elkaar nog een hand? Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed zo, mannen. Daar staan we dan. Vanwege eigenlijk vier grote coniferen. Daar is de ellende een beetje mee begonnen.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Op een gegeven moment heb jij besloten, ik ga ze weghalen. Want je dacht dat ze van jou waren. Ja. Jij zegt, ik heb toen overlegd met de buurman. Ja. Nee, het ging over het snoeien. Helemaal niet. Het is niet absoluut niet waar. Ja hoor. Absoluut niet waar. En voordat je die zaag erin zet, dan ga je toch even naar die buurman toe. En dan zeg je toch even, buurman, ik ben er echt klaar mee. Ik ga, dat je het even weet. Zeg, dat ik er helemaal klaar mee was met die bomen. Maar ook dat je ze ging omzagen. Snap je, ik probeer jullie een klein beetje in mekaars hoofd te krijgen. Hè? Snap je dat best pittig is voor iemand? Dat begrijp ik. Nou, dat mijn excuus voor maken, dat is misschien niet helemaal correct geweest. Ja, dat Bert nou ook zijn excuus opeens aanbiedt, dat vind ik wel heel erg makkelijk. Daar zijn die bomen niet mee terug. En daarmee zijn alle meningsverschillen ook niet uit de wereld. Wat was er gebeurd als er iemand gekomen was en die had ze in de brand gesteld? Want het was allemaal droge dingen aan mijn kant. Ja, als mijn vader geen piemeltje had gehad, was mijn moeder geweest. Dat weet ik niet. als je daarover in zit, waarom zet je dan wel zo'n brandbare keet zo vlak bij mijn bouwen? Nou, dit is geen brandbare keet. Waar ben je bang voor? Dat de jeugd hem in de fik steekt. Kijk, als hier mensen achter die keet zijn, dan moeten er sporen zijn. Staan. Jij zegt, er komen hier nooit hangjongeren. Nee, absoluut niet. Waarom hoor ik ze dan? Ja, misschien hoor je wat meer dingen. Wij hebben hier nooit geen hanggroep jongeren gezien. Ik vind het uit zijn duim gezogen. Dan hebben we ook nog de bergzand. Ja. Waarom heeft hij er neergegooid? Tegen de muizen. Waarom moet je erom lachen? Nou, hij heeft kip achter huis. Dat trekt ook muizen. Zeker strijken nou, muizen. Dan komen die muizen niet alleen van deze kant. Nee, maar de andere kant, die is dicht. Ja, ik moet er vreselijk op lachen. Bert zijn houding, die is zoals hij altijd is, een beetje flamboyant. Een beetje, ja, kijk mij eens. En ik weet het wel hoe het zit. Maar goed, jij hebt dat zand weer weggehaald. Ja. Omdat jij zegt dat zand lag op mijn grond. Ja. Dus die erfrecht, jongens, die is heel belangrijk vandaag. Ja. Die hele erfrecht zal alles duidelijk maken. Of ik moet mijn hek weghalen, of hij moet zijn spullen weghalen. En dat hek haal ik zo weg. En waarom heb je dan nou beton op mijn grond gekiept? Ja, dat is niet mijn beton. Hij zegt, het is niet mijn beton. Daar gaan we ermee. Pak jij het maar eens even op. Het is vreselijk irritant dat hij leugens de wereld ingooit om zijn eigen een beetje in goed daglicht te zetten. Maar zo is hij. Dit heeft op je hek gezeten. Dit hier komt van die paal. Hier zitten de resten nog. Maar de resten. Hier tegenaan. Maar wat hier ligt, zegt hij Bert, is niet van mij. Dat is zeker uit de lucht komen vallen. Heren. Over uit de lucht komen vallen gesproken. Meester Visser. Ja. Wat ziet u er prachtig uit vandaag? Ja, want ik denk die mensen thuis die hebben dan hun partner op de bank liggen in zo'n vormloze spijkerbroek. Die willen ook wel eens wat. maar met die sneakertjes kunt u niet hier zo naar achterin de. Ik heb even wat voorwerk gedaan. Ik dacht ja. Oké, die ga ik dan even aantrekken. Dat is misschien wel even handig. Ja. Zo. U heeft ze nieuw, hè? Ze zijn helemaal spikplinternieuw. Precies ze. Oké, nu is het alweer genoeg, die schoenen. Want we komen hier voor de erfgrens. We komen hier zeker voor de erfgrens. Zo, de mannen zijn al bezig van de dovenier en het kadaster. Oh, en zou jij dan het kadaster willen helpen met het uitzetten van de erfgrens? Zeker, ga ik doen. Ga ik vast hier naar de dovenier. Succes. Ja, jij ook. Ja. Goedemiddag, u bent onze groendeskundige. Ik ben een groendeskundige, inderdaad. Ja. Ik ben aan het speuren of ik hier wat coniferenwortels kan vinden. Kunnen we daar iets van terugvinden? Nou, ik kan zeggen, ze zijn grondig verwijderd. Ik had het bijna zelf niet beter kunnen doen. Maar, zijn ze met wortel en tak verwijderd? Ja. Dus we kunnen geen wortels meer terugvinden? Ik heb hier een heel klein stukje coniferenwortel nog kunnen vinden. Het enige wat we hiervoor kunnen zeggen is dat de wortel aan deze kant iets dikker is dan aan die kant. Dus de stam heeft iets aan die kant gestaan. Ze stonden 3/4 op mijn grond en 1/4 op Esther's. We kunnen het dus nu niet meer zien. Nee. Want u heeft het weggehaald. Ja. Bert, zijn verhalen die zijn niet erg betrouwbaar. Maar dat heb ik van tevoren al gezegd, wat voor man dat is. Hij komt van beneden Zwolle. En dat is een andere mentaliteit als die wij er hier op nahouden. Richard. We gaan de lijn uitzetten, jongen. Dat komt helemaal goed. Ja, want dat is heel belangrijk vandaag. Zullen we ons achterin beginnen? Nee, is helemaal goed. Met het eerste punt? Nee, dan gaan we daar beginnen. Ja. Wat heb jij toch leuk werk? Dat is het ook. We komen overal. Je bent altijd weer benieuwd hoe het nou zit. Oké. Dus die is in het voordeel van Edsert, als ik het zo bekijk. 25 centimeter uit die hoek. 25 centimeter. Voor gaan we ook even precies hetzelfde doen. Nou, we gaan lekker door. Een soort Mikado is het. Concentratiefocus. Kom op, Fik. Waar zit hij hier? Hier hebben we ook weer een pijkje. Nou, dat scheelt toch echt wel, grosso modo, ook weer zo'n stuk.
ga nu even kijken. U heeft probleem met een waterafvoer. Ja, elke keer hing deze afvoer aan mijn kant van de schutting. Ja, maar hoe het nu is? Hoe het nu is? Kijk, ik heb een aantal keren gevraagd. Ja, nee, maar luister nou, ik kom nu enkel kijken. Ja. Dus ik kijk. Hij zit nu aan deze kant. Is nu in orde. Alleen het probleem is met die afvoer, zoals u ziet. Kijk, die komt op die tegel. En dan stroomt rechtstreeks naar mij toe. Ja. Waarom liggen die tegels daar schuin zodat het water bij hem. Omdat de grond schuin en die dingen zijn scheef gezakt. Ja, maar het is nog een kleine moeite om ze weg te halen. Ja. Ja. Dat is geen probleem. Oké. Okay. Dan gaan we omlopen en dan gaan we daar de andere kant. De andere kant op. Oké, okay, volgende puntje. Dit gat. Check. Er zit een stukje beton onder of zo, lijkt wel. Dit, wat is dit voor een dat is mijn bouwwerk. Constructie. Het ziet er niet uit natuurlijk. Nee, klopt. Kijk, ik had hem toegezegd om dit op mijn kosten gewoon door te trekken tot aan die schuur. En dat wilt u niet? Die schutting die mag daar gerust staan, ja. Dat is voor mij geen probleem. Kijk, daar ben ik al in. Maar kijk, maar toen heeft hij op daar zijn grens. Toen heeft hij daar ook een hek geplaatst. Ja. Ja. Dus toen kon ik niet verder met mijn schutting. De buurman zit iets anders in elkaar dan ik. Hij doet moeilijk over 5 centimeter. Dus daardoor hebben we dit conflict ook. Het is even een lastig punt. Uitdaging. Uitdaging, zeg dat wel, ja. Ben je thuis ook dan heel precies? Of is thuis juist een zooitje? Nee, thuis komt bij mij ook precies. Ja, hè? Richard, jongen. Hupsakeetje. Perfect. Wat ligt hier, wat is dit allemaal? Hier liggen die nieuwe schuttingplanken onder. Oké. Nou, dan zie ik hier allemaal troep liggen. Van wie is die troep? Dit is ook van mij. Ja. En dat ligt, ik zie hem al. Gedeeltelijk op Essense grond, hè? Zoals nu blijkt. Maar geen probleem, als het weg moet, gaat het weg. Wat toen allemaal niet kon, dat is nu binnen een minuut, was dat allemaal rond van ik ga het opruimen. Dan begint het bij mij behoorlijk te jeuken, ja. Kijk, hier aan de voorkant loopt hij dus. Je ziet dus dat het hek van Edser daar niet helemaal goed staat. Ja. Daardoor zorgt hij voor een knikje in de touw. Dat moet u even voor lief nemen. Maar je ziet hier wel dat het naar de voorkant dus weer een soort van meer wordt. Helemaal achterin zei je 25 centimeter, hè? Klopt. En dat gaat uiteindelijk, komen we hier terecht, 43 centimeter. Ik ben nu wel tevreden over dat het gewoon duidelijk is waar de grens ligt. Ja? Dan weet hij waar hij aan toe is en ik weet ook waar hij aan toe is. Ja, dan kunnen we de strijd bij elkaar begraven. Ja toch? Victor, ik wil nog even de breedte van het perceel meten. Want de eiser die vindt dat die keter te dicht op staat. Ja. Meester Visser, het is de bedoeling dat hij weggaat. Hij gaat weg. Hij gaat te koop. Hoe lang gaat dat duren voordat hij verkocht is? Kijk, als ik volgende week een koper heb, is hij volgende week weg. Wat moet hij kosten? Ja. 6.000 euro. Houd toch op. 6.000 euro, meester Visser, is wel leuk voor u ook. Ja, dat is goed. Als directiekeet. Hij gaat weg. Hij gaat weg. Dat Bert zijn ketenkoop heeft staan, dat is in mijn ogen gewoon een trucje. Volgens mij had meester Visser ook zoiets van dat hij het ook wel een beetje laagwerkend vond. Goed, ik heb het wel gezien hier. We gaan naar de hoorzitting en dan komt er vanavond nog een oplossing. Zo is dat. Ja? We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien dat de situatie tussen beide buurmannen eigenlijk onveranderd is. Ze hanteren namelijk allebei een oud-Gronings gezegde en dat luidt: ik heb gelijk en de buurman dus niet. En daarom ben ik heel blij dat we ons op de feiten gestort hebben. Het kadaster heeft de erfgrens opnieuw bepaald en ik ben heel benieuwd wat daar uitgekomen is. Maar we gaan het nu allemaal horen, want het is tijd geworden voor de hoorzitting en die vindt hier plaats in dit café-restaurant. Als alles mijn kant op komt en heel voordelig uitpakt, nee, ik zal geen gat in de lucht springen. Ik zal alleen maar zoiets hebben van, nou ja, zie je wel, ik had toch gelijk. Kijk, het recht spreekt de waarheid. Dus, en dat zal ik gewoon accepteren. Welkom, we zijn hier in Hogezand. En aan de orde is de zaak tussen Edsert en Bert. Nu heb ik al heel wat burenruzies behandeld. Maar ik moet zeggen, hoe krijg je het voor elkaar? Want u woont niet eens naast elkaar. Ja. Toch heeft het voor elkaar gekregen om ruzie te krijgen. Ruzie? Het is meningsverschil is het. Ja, die houden we erin. Ja. U had dus een stukje land. Ja. Huis wat erop stond, gesloopt. Ja. Dat was 2003. En dan denk ik, je doet er niks mee. Af en toe ga je eens kijken. En dan heeft u de coniferen van die eigenlijk daartussenin stonden, die heeft u weggehaald. Ja, kijk, ik had het vermoeden ook dat de coniferen op mijn grond stonden. En coniferen mag je zo weghalen. Van wie? Nou ja, dat is in de wet. Oh, je hebt geen kapvergunning nodig? Nee. Nee, nee. Dat, kijk, en als die dingen op jouw grond staan. Kijk, en ik wilde ditjes hebben, want die coniferen zagen er niet meer uit. Aan mijn kant. Wiens schuld was dat? Dat gaat u me nu vertellen. Zijn schuld. Wat had hij gedaan dan? Nou, hij had dat niet gesnoeid. Dat was gewoon recht bij de stam omhoog.
allemaal weggehaald. En het zijn coniferen, kijk, er blijven coniferen. Ja. En op een gegeven moment, coniferen zijn, gaan ook dood, net als wij. En dat houdt op. Ja, maar ja, het is net zoals mensen. Het is niet de bedoeling dat ze gerooid worden. Nee, dus ze moeten uit zichzelf doodgaan. Ja, dat is het idee. Ja. Ja. Maar normaal gesproken ga je dan eens met de buurman overleggen. Goh, kijk het ik heb het aangekaart dat ik die coniferen weg wilde. En wat zei hij toen? Nou ja, daar wilde hij nog over nadenken. Nou, dan moet je even op wachten dan, toch? Ja. Dat heb je niet gedaan. Nee, er kwam geen reactie, dus ik op een gegeven moment besloten om ze weg te halen. Nou zie ik in mijn programma altijd mensen dan naar buiten stormen, afblijven. Ja. Nee, doet u niet. Nee, als ik dat gedaan had, dan had hij nu niet hier gezeten. Nee, dat is natuurlijk heel goed voor zijn gezondheid. Maar, ja. Maar als je dan achter het raam staat te kijken, je zegt niks. Ja, daar ben je het mee eens. Er is een tussenweg tussen iemand, ik zal maar zeggen, een kopje kleiner maken. Of gewoon zeggen van, dat wil ik niet. Dat zal bij een normaal mens wel zo zijn, maar ik ken mijn eigen. Als ik flink kwaad ben, dan is die tussenweg die is er niet meer. Maar we kunnen wel vaststellen dat met het rooien van die coniferen het gelazen goed begonnen is. Ja. Ja, want even kijken. U wilt dat die nieuwe coniferen plant. Ik wil die coniferen weer terug, ja. Maar niet 2,5 meter hoog, 4 meter hoog. 4 meter hoog? En op dezelfde plek. Dezelfde plek. Nou, ik maak daar protest tegen, want je moet tegenwoordig die struiken zoveel meter van de grond, van de erfgrens afzetten. Dat is wel zo. Ze stonden niet goed, hè? Volgens de nieuwste regels niet, nee. Nou, volgens de oudste regels voor 1992 ook al niet. Oh, die ken ik niet. Nee, maar ik weet wel, tegenwoordig moeten ze 2 meter van de erfgrens. Ja. Als ze los zijn en een haag 50 centimeter, hè? Ja. Ja. Als je daar iets mag bouwen, misschien wel, ja. Waarom zou je dat niet mogen? Het is zijn grond? Volgens de gemeente mag het niet. Volgens de gemeente mag het wel. Dus ik heb hier een mail van de afdeling vergunningen. De grond hebben de bestemming industriële bedrijven. Maar er mag een woning bij als daar ook industriële activiteiten nog geplaatst worden. Ook, en dat is eigenlijk nog ernstiger, gelden er regels met betrekking tot de afstand tot onderlinge perceelsgrenzen. Indien hier aan voldaan wordt, dan kan er gelet op de grootte van het perceel geen bedrijfsgebouw worden gerealiseerd die een normale bedrijfsvoering aannemelijk maakt. Wist u dit allemaal? De gemeente heeft in mij gezegd van dien een plan in en dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Ja. Dus ik heb een tekening al klaarleggen voor de woning. Oh, maar goed. Eigenlijk ligt het er allemaal letterlijk en figuurlijk. Alle problemen zijn daar omheen gebouwd. De erfgrens. U dacht dat die aan uw kant lag. En u wist zeker dat het niet zo was. En daarom hebben we het kadaster laten meten vandaag. Landmeter Slager, welkom. Die grens heeft u dus helemaal vanaf oorspronkelijk moeten terugvinden. Dat klopt. U heeft gemeten volgens het veldwerk. Dat betekent die oude gegevens die vastlagen. Die hebben we in de trein weer zichtbaar gemaakt. Ja. En dat hebben we vandaag gezien. En dat, ja. is de kadastrale grens. En als we die grens volgen, dan zien we dat aan de voorkant. U heeft daar een nieuwe schutting neergezet, ja. Begin. Ja. Nou, die staat, mogen we dan vaststellen, geheel aan de verkeerde kant. Ja. En dan komen we bij de schuur, dan daarachter de loods. Die staat kadastraal gezien ook geheel op eigen grond. Iemand die twijfelt aan de juistheid van de metingen? Ja. U twijfelt eraan. Vertel. Kijk, dit is een kopie die heb ik van het kadaster. En dit heb ik zelf ook opgevraagd. Kijk, en die onder zit die etsers en loods staan. En het kadaster zei tegen mij, die schuur, dat is kadastrale grens. En die kun je rechtdoor naar voren trekken. En dat zit u ook op deze tekening. Lijkt me sterk dat een kadastermedewerker dat zegt. Want ze adviseren dan altijd de grenzenreconstructie in het terrein. Ik zeg, die kadastrale kaart, dat is voor ons maar een plaatje. Het gaat om de metingen. Het gaat om de metingen, het ontstaansveldwerk. Ja, en ja. Dan hebben we eigenlijk, er komen nog wat kleine dingetjes. Oh ja, een regenwaterafvoer. Ja. Het idee dat ik kreeg, iedereen die er langskomt, geeft er een zet aan dat hij de andere kant op komt. Ja. Maar kijk, hoe kinderachtig kun je het maken? Als Etsers 2 bochtjes daar maakt. Maar kijk, lieve mensen, wat is het volgende? Dat u zegt, hij mag niet meer over de schutting hoesten? Sorry. Kijk, er ontstaat een hele modderpoel bij mij op het moment dat het flink geregeld heeft. Ja. Als daar een huis had gestaan en daar hadden mensen gewoond, dan denk ik dat die afvoer heel anders had gelopen. Ja, maar ja, het is ook even een punt. Want u wil niet meer dat hij over uw grond loopt. Nee. Maar als ik mijn dijk schoot leeg moet hebben, dan moet ik toch bij hem op de grond. Want anders lukt dat niet. Ja, hoe moet hij dat dan doen? Want u woont er niet. Ja, ik bedoel maar, kijk, hij weet nu mijn telefoonnummer, staat op de case. Ja. En ik kan ook een appje sturen van, buurman, ik ga even de dak goed schoonmaken. Is ook zo. Dat kan nu, ja. Opgelost dus. Ja. Ja. Nou is even de vraag of ook het strooien van zand tegen de muizen, of dat valt onder de categorie
reparaties en onderhoud. Ja, maar dat hoef ik nu ook niet te doen. Dat moet hij nou weer doen. Oh, u wilt dat hij dat zand terug gaat leggen? Ja. Ik heb het al een keer gedaan, ja. Ik heb het er niet weggehaald. Weet je, ik heb nu toch een beetje het idee dat ik, dat ik de schoolmeester ben op een bewaarschool. Ja. Sorry hoor, heren. Daar hebben we het over, hè? Ja. Kijk, ik heb er nooit muis gezien, dus ik vind het een beetje... Ik zal ze de volgende keer voor je bewaren. Nou, heren, ik sluit de hoorzitting. Ik zie u straks terug en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Tot straks. Ja, Bert zegt dat de coniferen dood waren, maar die coniferen die waren niet dood. Hij heeft goede bomen zo omgezaagd. Met alle goede bedoeling heb ik die coniferen weggehaald. Maar de buurman die blijft mij dwarsbomen. Vertel eens jongen, hoe is het gegaan? Ja, goed. Sta je er vol vertrouwen in? Ja, nog steeds. Wat denk je dat meester Visser gaat beslissen? Dat hij de coniferen terugzet. Ja. En dat ik mijn dijkschool eraf moet halen. En dan komt er misschien een schutting. Wat zou je daarvan vinden? Ik vind het prima dat er een schutting komt aan zijn kant van de erfgrens. Nou Bert, die erfgrens die in kaart gebracht is, die was niet in jouw voordeel. Nee. Ben je daarvan geschrokken? Ja, daar ben ik wel van geschrokken. Wat gaat dat voor jou betekenen? Ja, op zich niet zoveel. Kijk, als hij er nou 50 centimeter bij krijgt of niet, dat maakt op zich niet zoveel uit. Het gaat over grond. Hè. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Nog een paar minuten, dan weten we het. Dames en heren, na een lange dag waarop meester Visser zich heeft gebogen over een hele waslijst aan eisen, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, hoe gaat meester Visser de rust in Sappemeer laten terugkeren? Ik wil u allemaal vragen, voor zover mogelijk uiteraard, om te gaan staan. Want de man met de juridische kettingzaag is er klaar voor. Hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van Edsert tegen Bert. Ik begin met de erfgrens. Het kadaster heeft de erfgrens tussen de percelen van partijen gereconstrueerd. En ik stel vast dat die grens gewoon klopt. En dat betekent dat de door Bert gerooide coniferen op de grond van Edsert stonden. Dat had Bert dus niet mogen doen. Dat was onrechtmatig en daarom moet hij de daardoor veroorzaakte schade vergoeden. Maar wat is die schade dan? De gerooide coniferen waren weliswaar geheel volgroeid, maar eerlijk is eerlijk, ze hadden natuurlijk wel hun beste tijd gehad. Ik zal de schade daarom, zoals de wet in dit soort gevallen wil, naar redelijkheid en billijkheid begroten, schatten. En ik doe dat op een bedrag van 3000 euro. En dan nu de schuttingen. Ook de door Bert aan de straatkant geplaatste nieuwe schutting staat op de grond van Edsert. Ja, die moet dus weg. Maar er moet wel een nieuwe schutting komen die volgens de wet precies op de erfgrens wordt geplaatst. Maar omdat Bert heeft toegezegd die nieuwe schutting met eigen hout en palen te willen maken, zal ik hem aan die toezegging houden en hem dat ook gunnen. Het aandeel in de kosten van die hele operatie, dat door Edsert dus moet worden gedragen, zal ik eveneens naar redelijkheid en billijkheid begroten en wel op een bedrag van 500 euro. Uiteraard kan het door Edsert geplaatste foeilelijke hekwerk met dat zeil dan niet blijven staan. Dat staat in de weg. Die moet Edsert weghalen. Daarmee is denk ik een duidelijke grens getrokken waaraan beide partijen zich moeten houden. Dat betekent om te beginnen dat Edsert niet meer aan de kant van Bert mag komen. Behalve na behoorlijke kennisgeving en alleen als dat echt nodig is voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Verder mag Bert geen rommel meer op de grond van Edsert neergooien. En al helemaal niet tegen diens muur. En dan het zand tegen de muur. Daarvan had Bert natuurlijk moeten afblijven. Foei. Maar voor een gedwongen terugleggen van dat zand, sorry hoor, maar na al die jaren, daar zie ik eigenlijk geen reden meer voor. Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou mannen, ik weet niet of jullie het ook hoorden, maar ik hoorde een hele diepe zucht bij meester Visser. Het was een pittige dag voor hem. Edsert, tevreden met de uitspraak? Ik ben sowieso al blij dat ik er gewoon weer coniferen neer kan zetten. Precies. Wat vind jij van de uitspraak, Bert? Oh, ik kan er wel mee leven. Ja? Ja, ik vind er is een duidelijke oplossing en een duidelijke uitspraak. Ja, daar was je aan toe, hè?
Ja, daar was ik absoluut natuurlijk. Ja. En jij ook. Ja, dat is nou duidelijk uit. Klopt. Ja. Geef elkaar nog een hand. Ja. Het zo is dat. Geluk. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, nou, meester Visser, het zit er weer op. Het was een hele klus. En het draaide eigenlijk dus allemaal om die erfgrens. En dat heeft 10 jaar geduurd. Dat komt allemaal door een gebrek aan communicatie. Ze hadden elkaars telefoonnummer niet eens. Ongelooflijk. Ja. Nou goed, zit u nou thuis te kijken? En heeft u ook ruzie met de buren, maar heeft u hun nummer niet? Wacht dan niet langer. Mail of bel ons. Komen ze zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zoals altijd weer. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Hoi. Dag. Ja. Ja. Nou, gelukkig hebben wij elkaars telefoonnummer wel. Ja, maar Victor, vind ik fijn. Je moet niet elke avond bellen. Dan doen we dat maar gewoon. Maar ik heb elke avond iets belangrijks. Ja, nee, maar dat moeten we even bewaren. En dat is 1 keer in de week dat je dan even belt. Maar ik dacht dat u het ook gezellig vond. Ja, maar niet elke avond.